tussen de bloemen. Heel toepasselijk voor ons volgende onderwerp, hè? Ja, schitterend, hè? Mooi, al die mooie bloemen. Ja. We gaan het hebben over Hendrik Horensveld. Ja. Ja. De kweker uit Baren, hè? Ja. Een hele hoop mensen kennen zijn gezicht wel. Man met een baard, hè? Opvallende verschijning in Baren. Die had de kwekerij aan de Noorderlaan. Noorderlaan was tegenwoordig heet het de Vazeliaslaan. Hè? En al voor 1900 had hij daar een kwekerij. Ja, en die man heeft internationaal faam gemaakt. Grote prijzen gewonnen op tentoonstellingen met het kweken van dahlia's. In Brussel, Amsterdam, Londen, Parijs, Düsseldorf. Ja. Overal sleepte hij prijs in de wacht. En hij kweekte dus prachtige dahlia's. Ja, de oudere Barenaars die zullen het nog wel weten, want die hebben natuurlijk ook herinneringen eraan, hè? Ja. Vetplantjes hoorde ik, hè? Ja, ja vetplantjes die had hij dan voor schoolkinderen en zo, hè, die goede rapporten hadden en zo. Wat was het voor soort man eigenlijk? Nou, ik heb hem natuurlijk zelf niet gekend, maar uit de verhalen weet ik dat het een ontzettend aardige man was. En heel gastvrij en ook zijn vrouw, ook midden in de maatschappij en goed voor de zieken en mensen helpen. Ja, het was echt een hele fijne man. We gaan op bezoek bij een van zijn kleinkinderen. Ans van Dalen, dat is een dochter van Dirk Horensveld. En Dirk Horensveld is dus weer een zoon van de kweker Hendrik. En Ans die woont in Doorwet bij Arnhem. En daar gaan we op visite. Okay. Heeft u nog veel herinneringen aan uw grootvader? Ja, heel veel, want ik was heel veel in Baren. Baren heeft nog altijd mijn hart. Maar bij Banki, ja, dat was de grote trekpleister. En dat was het geboortehuis van mijn vader. En ze hadden daar 6 kinderen. Het was er altijd een open huis. Iedereen kwam er binnen. En al die dames die er in de tuin werkten, dat waren allemaal aristocraten. En die aten mee en die werkten in de tuin. En opa ging gewoon met ze om. Of dat het, Derentje zei hij altijd, Derentje. Hé, gaat het goed? En ja, opa was er altijd heel vertrouwd mee. Ja, kwamen die vrijwilligerswerk doen? Of? Ja, die kwamen het tuinmansvak leren kennen, dus de bloemen. Mijn opa kruiste de dahlia's. Dus ik zou maar zeggen, van 2 dahlia's wist hij een hele aparte bloem te maken. En dat kon niemand, dat deed ook niemand. Terwijl die toch, opa heeft toch het geheim verteld aan een bloemist in Baren. En misschien weet jij het, Erik, die heet de bruidegom, zeg je dat nog wat? Ja. En die heeft het gepikt van opa. En die is met de eer gaan strijken en die is in Europa toch een vrij bekende kweker geworden. Het was niet echt een zakenman dus? Mijn grootvader was absoluut geen zakenman. Want mijn vader was precies hetzelfde. Mijn vader schilderde. En als er iemand kwam, zei: oh, wat een mooie schilderij, wat mooi. Ja, maar ik kan het niet betalen, meneer. Meneer Hans, wat kan het niet betalen? Zijn vader: vind je het echt mooi? Ik vind het prachtig. Neem maar mee. Zo deed mijn vader altijd. Hij kon alles missen. Ja, u had het net over de dahlia's, hè, van uw grootvader. Er waren allemaal kassen bij het huis, hè? Heel veel kassen had hij. Met waterbakken en waar hij dan kweekte en waar hij ook kruiste. Hij heeft het wel eens uitgelegd dat hij 2 dahlia's tegen elkaar aanhouden. En dat was dan het kruisen. Zo noemde hij dat. En dan kwam daar weer een nieuwe dahlia van. Hielp uw grootmoeder ook bij uw grootvader in de tuin? Mijn grootmoeder heeft nooit in de tuin gewerkt. Die was altijd druk met gasten en met mensen die er over de vloer kwamen en logees. Maar die heeft nooit, ze had er wel belangstelling voor, maar nooit dat je zegt van, die was ook in de tuin. Nee. Er waren 6 kinderen, er waren ook verschillende kleinkinderen natuurlijk. Waren die ook vaak daar? Altijd ook bij Banki, want je had de ruimte daar. En het was daar prachtig, die grote tuinen met die dahliabedden en zo. Ja, dat was daar een Eldorado, hoor. En toen was u een keer boven met uw grootmoeder, en toen? Moet ik het van die man vertellen? Ja, vertel maar. Ja, we keken uit het raam en we keken zo de ruimte in. En toen komt er in één keer een man aangerend. En die ging in de tuin en deed zijn broek naar beneden en die ging zitten. En die moest zo nodig. En toen was die klaar, toen trapte zijn broek weer op en het hoopje ging erin. Toen zei mijn grootmoeder: wat een nette man, hij neemt zijn hoopje weer mee. Dol op feestjes, hè, de familie Horensveld, of niet? Nou, er waren altijd wel evenementen natuurlijk, hè. Er waren 6 kinderen en die kinderen hadden weer vrienden en vriendinnen. Het was daar een gaan en een komen.
Maar iedereen kon ook altijd mee eten. En mijn grootmoeder was een heel gastvrij iemand. Allemaal erg op de familie gericht? Ja, wij waren een hele hechte familie. En dat zijn we nu nog. Ik heb nog een heel stel zussen. En we zijn altijd bij elkaar en we bellen elkaar op. En ja, we hebben het gewoon nog hartstikke leuk met elkaar. Nu heb ik gelezen, familie Hornsveld, veel musiceren. Ook. Ja, hadden thuis, bij ons thuis hadden we een orgel en een piano en een viool en een citer. En mijn vader bespeelde al die instrumenten. Maar ik had ook een paar zusjes die les hadden en die prachtig piano konden spelen. En we hadden een orgel en moeder vond het altijd heerlijk als we met het orgel zongen. En we waren met de grote club, dus toen stonden we om het orgel en dan zongen we. En toen kregen we later allemaal verloofd, dus toen waren er ook mannen bij. Dus daar hadden we een compleet koortje. Nu opa Groffie, die is 100 jaar geworden, dat was een hele gebeurtenis. Maanden, 100 jaar en 4 maanden is die geworden. Altijd met een pijpje zo, hè, zo'n ja. Pijpje. En hij trok zich nooit voor niemand iets aan. Hij ging gewoon lekker rustig zijn eigen gang. Hij woonde ook op Bankia. Ja, hij had een apart huisje. Dat was klein bij Bankia, geloof ik. En daar woonde hij. En die werd hij verzorgd door de zusters van mijn vader. Ja, die zorgden voor Groffie. Het was altijd Groffie. We hebben hem nooit anders genoemd. Als Groffie. Ja. En toen hij 100 jaar werd, hoe was het feest? Groot feest in Baarn. Heel groot feest. Ja, dat was echt leuk hoor. Harmonie. Erbij en ja, 100 jaar en 4 maanden en nog kras en nog goed bij zijn koppie. Kwamen de mensen wel eens vragen hoe de planten verzorgd moesten worden? Ja, ze vroegen heel veel zelfs van hoe moet ik nou dit of dat wil niet of dat wil niet. En dan gaf mijn grootvader ook altijd goed advies. Maar toen ze het een keer aan oom Klaas vroegen hoe er een plant verzorgd moest worden, toen zei hij ik haal mijn vader er wel bij. Ja. Ze vroegen ze aan oom Klaas, dan zei ik haal mijn vader er wel bij. En dan kwam vader en dan zei hij, ik vraag het wel aan mijn vader. En dan keken ze met zulke ogen, maar dan was het Groffie. Dat was dan vaak lachen, hè, van ik vraag het aan mijn vader, ik vraag het wel aan mijn vader. Ja. Nee, ik vraag het wel aan mijn vader. Ja. Uw vader was Dirk Hornsveld? Ja. Toch ook heel bekend, hè? Mijn vader was in de wijde omtrek bekend voor zijn schilderijen, voor zijn kalligrafieën. Hij heeft zelfs voor het Koninklijk Huis kalligrafieën gemaakt. Fotograaf ook, hè? Fotograaf was hij ook. Hij was altijd aan het fotograferen. Hij had ook altijd 3 toestellen om zijn nek hangen, zo met een bandje. Toestel, toestel, toestel. Hij knipte altijd. Maar mijn vader was ook heel artistiek, maar om kleren gaf hij niet. Hij veegde gewoon de kwasten aan zijn broek af. En zijn moeder wel eens, dit toch. Ja, waar moet ik het anders aan doen? Ze neemt naar een doek. Nee. Dus zij had een veelkleurige rok van Jozef. Ja. Als ik het heb over Bubankia. Ja, het was een mooi alleenstaand huis. En er was een bijgebouwtje, ja, een soort, ja, hoe moet ik het uitleggen? Ik had, mijn vaders jongste broer, die had TBC. En dat was toen nog niet dat je zegt, ze kunnen er alles aan doen. Hè? En die lag altijd in, ja, een mooie koepel was het. En daar lag die. Zomer en winter, in het zonnetje, noem maar op, lag hij er altijd. En hij is op 30-jarige leeftijd overleden. En dat was een vreselijk verdriet voor mijn oma, hè. De jongste kind. Ja. En dan 30 jaar, wat is het nog, hè. Hoeveel kassen stonden er bij het huis? Veel? Oei, ja, misschien wel 12. Hij had een kasso en een kasso en een kasso en allemaal met dahlia's aanplant, bakken water eronder. Ja, het was echt een grote bloemistentuin, hoor. Het was echt een prachtige bloemistentuin. Hij heeft ook verschillende prijzen gewonnen, hè? Ja, ook in Europa was hij bekend. In Europa was hij echt bekend als de dahlia-kweker. Maar hij heeft nooit om roem en eer gegeven. Dat vond hij allemaal wel best. Ook contacten met Koninklijk Huis? Hij ging gewoon, hij sloeg Beatrix zo. Derentje, hè, Derentje, hoe gaat het ermee? En tegen Juliaantje deed hij ook heel amicaal en die vond het allemaal best. Ik heb ergens nog leuke foto's waar hij met Juliaantje op staat toen ze nog jong was. Hij was altijd heel amicaal en hij zat nergens mee. Was het ook een gelovige man? Ja, heel erg gelovige man. Ja, hij stond ook heel goed bekend in Baarn als opa, de dahlia-kweker. En weet u, was er één keer in het jaar kregen de kinderen dan op school
een rapport. En dan mochten ze met het rapport bij hem komen. Dan kregen ze een plantje, maar hij keek eerst het hele rapport, keek die in. En als er een vijfje bij was, ze die, dat is de volgende keer beter, hè? Denk erom. Hoe oud is je grootvader geworden? Ik dacht 93 jaar. Is hij altijd daar blijven wonen? Ja, hij is altijd op de banken blijven wonen. Dan heb ik ook wel eens gehoord dat er ergens grind op de vloer lag. Waar was dat bij? Dat was oom Klaas, dat is een broer van mijn vader. En die had gewoon in de kamer grind gestrooid. Hij wilde in de natuur leven. En ja. Als je daar binnen kan, was ik... Ja, heel typisch. Ja. Bebankia is weg, zijn nieuwe huizen gebouwd. Ja. Ja, toch allemaal herinneringen nog van de oudere Barenaars ook, hè? Ik heb natuurlijk albums vol foto's met Bebankia en opa in de kassen en Groffie met zijn pijpje zo. Hè? En mijn vader heeft hem ook geschilderd, groot olieverf. Dan zit opa daar zo echt met die bakkenbaardjes, weet je wel, en dan met die pijp zo. Ja, echt karakteristiek. Ja. Er is zelfs een boek gemaakt, hè, over de familie Hornsveld, ja. Voor de familie. Ja, een boek, ja, boek Zoveel Jaren Hornsveld. Ja. Ja. Ook een familiekrant? Familiekrant hebben we 32 jaar gehad. 32 jaar. En het was echt een dik blad. En dat kwam eerst 5 keer per jaar uit. En later 4 keer. En mijn man is daar altijd redacteur van geweest. En daar had hij zoveel plezier in. Maar het was echt een familiekrant waar iedereen zijn verhaal in kon sturen. Er stonden foto's op laatst in, kleurenfoto's. Het was een prachtig blad. Maar toen kwam het 4 keer per jaar kwam het uit. En daar keek iedereen naar uit. Ja. Maar het is toch wel heel uniek als je een mooie familiekrant hebt. En mijn hart zit nog altijd in Baren. Als ik in Baren kom, dan heerlijk. Baren is mijn plaats waar ik graag zou willen wonen, maar ja, nou niet meer.